Breda Nu. Hey, ik ben Sam en dit is het weekoverzicht. Maandag 11 november vierden we in Breda 11-11, oftewel de kick-off van het carnavalsfestijn. Deze dag werd ook de nieuwe prins bekendgemaakt, prins Ari. En Esther en Tommy die hadden een primeurtje te pakken, want zij waren de eerste die de goede man mochten spreken voor de camera. En laten we nou de eerste zijn die hem aan zijn vestje mag trekken. Zullen we dat eens even doen? De prins van het Kielegat. Ja, Kielegatters, we hebben hem dan te pakken. Prins Ari, de eerste van het Kielegat en zijn nieuwe pages. Hoe is het? Ja, fantastisch. Zo op de markt. Beetje regen, maar nou laten we ons niet doorkennen. Gewoon super druk, hartstikke top. En eindelijk. Ja, want hoe lang van tevoren wist de Rijnland dat hij prins mocht worden? Boeh, dat is ruim een jaar. Dus heel lang mondje dicht. Dus jij hebt een beetje zo meegekeken links en rechts? Ja, ik heb een beetje overal meegekeken. En maar liegen tegen mensen eigenlijk, hè. En van waar? Niet in mijn haar. Nee, en van waar eigenlijk de naam, prins Ari? Mijn echte naam is Arjan. En iedereen noemt me altijd Ari. Ik zei, dat moet hem wel worden. Gewoon Ari de eerste. Hey. Heel en hoe mogelijk. Voelt het nou om daar op dat podium eindelijk te mogen staan? Ja, dat is fantastisch. Dat is niet uit te leggen. Je zit eerst met z'n drietjes in een auto met een masker. En dan mag je in één keer. En dat is helemaal top. Er wordt de laatste tijd voor een hele hoop geprotesteerd. Het gaat van boeren tot aan de leraren. En daarom vroeg onze verslaggever Willem zich af, waarvoor zou jij wel eens willen protesteren? Eerst de boeren, toen de bouw. Ze blijven bezig. Meer zwembaden en... Ja, niet hier in de stad, maar in de lokale kleine dorpjes. Weet ik eigenlijk niet. Ik heb niks te protesteren. Ik ben hartstikke blij in het leven. Iets wat je dwars zit, wat je vindt dat in Breda moet komen? Nee, ik kom uit Utrecht zelf. Dus, dat er in Utrecht moet komen dan? Nee, ook niet. Nergens voor. Ik ben best wel gelukkig eigenlijk. Meer rechten thuis. Waarom meer rechten thuis? Nou, omdat mijn vrouw altijd de baas is en ik altijd ja moet zeggen. Ik ben het wel eens met dat boerenprotest eigenlijk. Ik vind dat boeren vooral voor ons eten zorgen en dat het wel erg belangrijk is. Dus ze zijn toch wel een belangrijk deel van de samenleving. Ik werk in de zorg. Ik zou wel willen protesteren vanuit de zorg. Alleen doen we dat niet. Dat zou ik willen. Dat vrouwen minder verdienen op werk. Waarom zou je daarvoor willen protesteren? Omdat het gewoon niet meer van deze tijd is. Dat ik vind dat het zwaar ondergewaardeerd wordt. Iets wat je zit van, dit moet anders hier? Nee, niet als ik vergelijk met Spanje. Dus ik vind het wel goed gaan hier. Nou, dat ik af en toe nee zeg. Nee. Naar het Malieveld? Nee, joh. Ik vind het allemaal prima wat ze doen. En ik ben dolgelukkig, dus ik heb niks om te staken. Oudere jongeren, zeg maar de generatie 20 tot 25... vaak enkel in de horeca kunnen werken omdat ze anders te duur worden. Tegen geweld, als dat kan. En waarom tegen geweld? Nou, dat is iets wat zo zinloos is. En ja, waar nog niemand tegen geprotesteerd heeft volgens mij. Nou, voor het milieu toch wel. Waarom voor het milieu? Nou ja, ik vind toch dat er te veel slechte zaken nu bezig zijn ten opzichte van het milieu. En eigenlijk voor de economie. En dat is echt heel erg zonde. Ontdek de muzikale helden van morgen vandaag. Het grootste reizende muziekfestival van Nederland komt naar Breda. Hier alvast een kleine sneak peek. Ik hoorde dat ik überhaupt mee mocht doen aan de popronde. Hoopte ik al dat Breda een van de steden zou zijn waar ik mocht gaan spelen. En geweldig dat dat nu hier ook mag. Hey, maar eigenlijk, als je echt uit de stad zelf komt, ja. Is er eigenlijk een soort van regel. Go, go. Ja. Nou, dat komt. Ik woon nu in Utrecht. Dus voor mij is die stad Utrecht. Dus ik mocht niet in Utrecht spelen, maar wel in Breda. Hey, en wat gaan de mensen dadelijk zien? Ze gaan dadelijk een rapper-songwriter zien die Nederlandstalige popmuziek maakt. Dat doe ik solo met mijn loopstation. Daarmee maak ik beats. En daarmee gaan we samen de diepte in en er samen weer mee uitklimmen door allerlei verhalen te vertellen. Okay. Dat gaan we zien. Jullie komen speciaal voor dit optreden? Ja. Want? Dat is onze zangcoach van het popcorn. Ja. Uit Breda? Nee, Oosthout. Ja. Zijn we met een heel stijl hier gekomen? Ja, wij zitten bij een zangkoor, bij Beren. Ja. Om ze aan te moedigen. Ja, natuurlijk. Ze is zo goed, Merel.
En om de talenten te horen van haar, want die is echt geweldig. Zit ik hier goed? Je staat goed in ieder geval. Ja, dat is een goede, ja. Hey, wat heb je allemaal in de braaiende pijn staan met de popronde? We hebben zelfs 3 acts staan vandaag, jawel. We zijn begonnen met Cats Skills en die is net afgelopen. En nu is Mont Blanc is nu bezig. Het is een mooie lichtshow hebben ze bij het synthesizer muziek en goede zanger. Zal ik even gaan kijken dan? Zou je even gaan kijken en de afsluiter is hier ook, dus je mag terugkomen straks. Nou, die deal die staat. Op zaterdag 9 november is het alweer 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur is gevallen. Leerlingen op de middelbare school Curious Scala kregen de opdracht: jij bent de kunstenaar van een stukje muur en jij mag door middel van dat stukje muur iets zeggen tegen de wereld. Wat zou je dan zeggen? Nou, mijn tekening gaat over hoop en gewoon een andere iemand pakt een hand van een andere iemand om dat laten zien dat mensen elkaar moeten helpen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij de leerlingen hier op school en sowieso over de hele wereld denk ik ook, heel erg bewust maken van hoe belangrijk vrijheid is. Hoe belangrijk is het dat je in vrijheid kan leven. En hoe mooi is dat, dat we hier samen op een school leven waar verschillende culturen samen zijn. En dat we allemaal door één deur kunnen en elkaar respecteren. Tekening. Ik heb teken van Yin en Yang gekozen, omdat eigenlijk dit is het, zodat alle werelddelen precies in elkaar passen. En want bij de Berlijnse muur of bij de Duitse muur, toen kwam er opeens een muur tussen eigenlijk heel de wereld. En dat is niet hoe de wereld in elkaar hoort te zitten. En daarom heb ik voor het teken gekozen. Het was eigenlijk een project van, we hebben het hele week gedraaid, ongeveer 2-3 lesuur. En we zijn eigenlijk begonnen met een stukje uitleg van hoe zit dat nou eigenlijk in Duitsland? Ja. En Manuela heeft daar heel mooi over kunnen vertellen. Omdat Manuela natuurlijk eigenlijk ervaringsdeskundige is. Ja, ik ben natuurlijk in de DDR opgegroeid. Ik was ongeveer 11 toen de muur wegging. En ik kan de leerlingen natuurlijk veel meer vertellen als in een boek zou staan. Ik heb wel het idee dat veel leerlingen zich meer van bewust zijn geworden door die lessen over de DDR. Hoeveel vrijheid ze eigenlijk hebben. Dus heel veel leerlingen zijn toch met vrijheid aan de slag gegaan. Gewoon heel sterk het woord en op verschillende manieren uitgebeeld. Ik zei het stukje gelijkheid, hè? Dat we allemaal, allemaal mensen zijn en allemaal belangrijk. En dat je goed met elkaar moet omgaan. En dat je elkaar in de waarde moet laten. Heel belangrijk. En ik denk dat we dat hebben bereikt. Ik denk dat er bij heel veel leerlingen toch nog een keer nadrukkelijk naar voren is gekomen. En dat ze dat heel fijn vonden. In Prinsenbeek zijn er een hele hoop archeologische vondsten gedaan. Deze stammen af van de steentijd tot aan de 80-jarige oorlog. Archeoloog Joeske Nolle die kwam hier wat meer over vertellen in de Salonbibliotheek. Ik ben Joeske Nolle, ik werk als archeoloog voor de gemeente Breda. En ik kom vandaag op uitnodiging van de Salonbibliotheek een lezing geven over de archeologie van Prinsenbeek. Vooral een tijd geleden, tijdens de HSL-aanleg, is er heel veel gevonden, maar ook tegenwoordig doen we nog steeds onderzoek in Prinsenbeek. Bij de HSL is eigenlijk bewoningssporen gevonden vanaf de bronstijd tot en met de middeleeuwen. En ook nog uit de 80-jarige oorlog. En alles wat daartussenin zit wordt er eigenlijk gevonden. Op sommige plekken, niet overal natuurlijk. Eigenlijk zijn alle archeologische vondsten belangrijk voor de geschiedenis van Breda. Want het zijn allemaal puzzelstukjes die het verhaal van Breda en ook van de dorpskernen zoals Prinsenbeek bij elkaar brengen. En duidelijker maken. En dat is bijvoorbeeld dat HSL-traject, maar ook bij Westrik. Een vondst van een particulier in 1981, waar een hele kuil vol met heel veel aardewerk is gevonden. Die licht ik uit.
En ook het rioolbegeleidingstraject wat we hier hebben gedaan in de Schoolstraat, in de Valdijk. Wat is daar dan gevonden? Wat kan je nog vinden tijdens zo'n rioleringsproject? We hebben hier gegraven voordat het Hagedonk werd gebouwd. Wat is hieronder gevonden? Nou, al dat soort dingetjes wil ik even aanstippen. En daar heb ik ook wat vondsten bij meegenomen. Nou, eigenlijk een van de oudste dingen die ik heb meegenomen is dit potje uit de Romeinse tijd. Dat is ook gevonden tijdens het HSL-onderzoek en in Westerik. Dit is bijvoorbeeld een stuk van een 10e eeuwse pot, Duisburgs aardewerk. Dus dat is weer een hele andere periode. Wat ik zelf leuk vind, omdat het hier gevonden is, zijn de schrijfstiftjes die gebruikt zijn op de school die hier heeft gestaan voordat het Hagedonk werd gebruikt. Dus daar schreven ze mee op lei. Ik heb wat leer meegenomen, leren schoenen die uit de waterput afkomstig zijn. En dus heel veel mooi aardewerk uit de 18e en 19e eeuw die aan de Beekse Straat zijn gevonden. Bij die meneer in die put toen hij daar zijn huis aan het bouwen was. Komende week te zien op Breda Nu, de intocht van Sinterklaas. Op maandag weer een gloednieuwe aflevering van Perwin Proeft. En natuurlijk zijn ook al onze andere programma's te zien in de herhaling. Dat was het weer voor deze week en dan zie ik jullie graag volgende keer. Joe! Breda Nu.